video van Glamourmoes.nl vandaag. Ik ben AliExpress shopper voor jullie. Ik heb alle aankopen die ik de afgelopen tijd heb gedaan verzameld. En die ga ik aan jullie laten zien. De prijzen zal ik in de beschrijving zetten, want die weet ik echt niet uit mijn hoofd. En dan gaan we snel beginnen met het eerste item. Die heb ik om mijn telefoon heen zitten. Dat is dit hoesje. En ja, dit is een super fancy roze hoesje met glitters voor de Galaxy S7. Deze is net binnengekomen en hij past gewoon heel goed op mijn telefoon. Ik vind het ook altijd fijn dat hij aan de bovenkant en aan de onderkant ook beschermt. Nou ja, voor een paar euro vond ik dat een koopje en hij valt lekker op. Dus erg leuk. Dan het volgende item is deze jas. Ja, eerste keer dat ik iets dat ik een jas besteld heb via AliExpress. Ik was erg benieuwd of het wat zou zijn. Geen idee qua maat en dergelijke. Dus ik heb een L besteld en het is deze parka in het donkerblauw. En de binnenkant is helemaal van zachte teddystof. Ja, qua maat is die eigenlijk wel goed. Maar de mouwen hadden misschien iets langer gekund. En ik denk dat hij niet echt heel erg waterdicht is. Dus meer voor de herfst. Deze tijd van het jaar dan voor de winter. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. En ja, hij is gewoon wel echt hetzelfde als op de afbeelding. Dus wat dat betreft mogen we daar niet over klagen. Dus dat is een jas. Dan heb ik ook nog een trui besteld. En die heb ik eigenlijk nog steeds niet gepast. Het is zo'n lookalike Nakatano trui. Lichtblauw. Hij lijkt nu een beetje raar qua nek, maar dat is zo'n turtleneck-achtig iets. Gewoon een blauwe trui. Hij is op zich heel prima qua materiaal. Ik moet hem nog steeds passen. Dus ja, dat ga ik nog maar even doen. Kijken, dan pak ik even de volgende dingen. Het zijn allemaal wat kleinere items. Ik gebruik altijd zo'n kammetje om mijn wimpers 's ochtends te separeren. En die was zo kapot dat ik nieuwe nodig had. Dus heb ik twee nieuwe kammetjes besteld. En er zit aan de ene kant echt zo'n kam en aan de andere kant van die haartjes. Maar ik gebruik dus alleen maar dat plastic gedeelte. En ja, ik bestelde er twee omdat het per twee verkocht werd. En dan heb ik ook een heleboel horloges besteld. Ik ga ze even één voor één laten zien. Dit is een zwarte met een wit klokje en een gouden rand. Van het merk Chronos. Nou ja, ze doen het gewoon heel goed. Genoeg gaatjes erin om mijn polsen te kunnen doen. En ik vind het wel heel erg mooie kwaliteit. Dus dat is... En dan heb ik nog een horloge. Oh, die zit nog in plastic trouwens. Die was in eerste instantie geannuleerd. En ik kreeg heel netjes een bericht van de verkoper of ik een nieuwe wilde. En dat heb ik gedaan. Deze is van Rosefield. En dit is een zwart horloge. Met zo'n soort metalen bandje. En eigenlijk zijn ze ook allemaal, staan ze stil. Deze loopt trouwens al wel. De meeste zit zo'n plasticje tussen het knopje om de tijd te verstellen. Maar bij deze dus niet. Maar ik vind hem wel echt super mooi. En dan heb ik nog twee horloges van Chronos. En dat is ook van het metalen materiaal. En dat is een rosé gouden en een zilveren. En ook deze zitten gewoon goed. Bij de zilveren heb ik wel iedere keer dat het bandje zeg maar uit dat houdertje gaat. Omdat er maar eentje zit. Maar verder, ze doen het heel goed. En ik vind het heel erg leuk om af te wisselen met horloges. Dus vandaar dat ik gewoon een aantal heb besteld op AliExpress. Dus dat zijn er vier. En ik heb er volgens mij ergens nog een. Maar die zie ik zo gewoon niet. Ik heb ook een... siliconen bakvorm besteld. Nou ja, als je op jezelf woont en je wil eens een keertje wat bakken, is het wel handig om een bakvorm te hebben. Ik weet niet eigenlijk of ik deze kleur had besteld, maar maakt er echt niet zoveel uit.
Die kwam gewoon door de brievenbus, want hij is lekker flexibel. En ik ga hem uittesten. Hij zit nu nog in plastic, maar binnenkort ga ik eens even een bananenbrood of zo maken. Dan heb ik nog een telefoonhoesje. Die heb ik trouwens al een tijdje, dus die heb ik nu ingewisseld. Dat is deze. Met die van die Monstera bladeren die heel populair zijn tegenwoordig. En het is gewoon een heel simpel siliconen hoesje. Wat ik wel fijn vond was dat die gaatjes voor de oplader en voor je oortjes, zeg maar, dat die ook dicht gemaakt konden worden. Dus deze. Door naar het volgende item. Dat is iets wat ik gewoon wilde proberen. En dit is om zonder te knoeien mascara aan te brengen. Ik ga het er even uithalen, denk ik. Wat ik dus even ga doen is hem eruit halen, zodat jullie het beter kunnen laten zien. Zodat jullie het beter kunnen zien. Ik hoop niet dat ik hem allemaal op maak. Zo ziet het er dus uit. En je kunt dit dus gewoon, zeg maar zo, op je oog plaatsen en dan de mascara aanbrengen. Ik ben altijd te knoeien met mascara. Dus nou ja, ik was wel gewoon heel nieuwsgierig. Ik ga het eens proberen. Voor die paar cent kan je het niet laten. Het volgende item is het horloge wat ik nog zocht. Het is namelijk ook een Chronos. Ik heb 4 Chronos horloges en dit is een bruine. Met een gouden rand aan het klokje. Deze heb ik trouwens nog niet gedragen, die andere wel. En even kijken. Deze loopt ook al. Dus het kan zijn dat het stukje achter het knopje al eraf is gegaan. Maar anyway, de achterkant kan je volgens mij openmaken. Zodat je weer een nieuw batterijtje erin kan doen. Ik zit in die tas te graaien hier. Ik had bij Decennio laatst mijn camera die stelt heel dat niet scherp. Bij Decennio had ik posters besteld en ik vond ze vrij prijzig. Ze hangen nu boven mijn bed en toen ging ik eens op AliExpress kijken om te zien of daar nog posters aangeboden werden. En dat was ook zo. Dus ik heb daar 3 verschillende posters besteld. 2 kwamen er tegelijk. En ze zijn 30 bij 40. Deze heb ik besteld. Dus een rendier of hert wat je wil noemen. En het is van dat canvas materiaal. Dus echt heel erg stevig. Nou ja, ze zijn de helft goedkoper dan bij Decennio. Dus die kan ik eens afwisselen met de 2 posters die ik er nu in heb zitten. En dan heb ik ook nog deze. Het zijn 3 herten. En die is ietsje bruiniger van kleur. En ik had ze alle 3 tegelijk besteld, maar kreeg ze apart binnen. Ik heb ook nog deze besteld. En het is gewoon een ananas. Super leuk. Dus die 3 posters die heb ik bij dezelfde webshop gekocht. Mochten jullie dat leuk vinden, kan ik de link hieronder in de beschrijving plaatsen. Ze werden trouwens heel goed verpakt. Wat ik dus even ga doen is hem eruit halen, zodat jullie het beter kunnen laten zien. Zodat jullie het beter kunnen zien. Ik hoop niet dat ik hem allemaal opmaak. Zo ziet het er dus uit. En je kunt dit dus gewoon, zeg maar zo, op je oog plaatsen en dan de mascara aanbrengen. Ik ben altijd te knoeien met mascara. Dus nou ja, ik was wel gewoon heel nieuwsgierig. Ik ga het eens proberen. Voor die paar cent kan je het niet laten. Het volgende item is het horloge wat ik nog zocht. Het is namelijk ook een Chronos. Ik heb 4 Chronos horloges. En dit is een bruine. Met een gouden rand aan het klokje. Deze heb ik trouwens nog niet gedragen. Die andere wel. En even kijken. Deze loopt ook al. Dus het kan zijn dat het stukje achter het knopje al eraf is gegaan. Maar anyway. De achterkant kan je volgens mij openmaken, zodat je weer een nieuw batterijtje erin kan doen. Ik zit in die tas te graaien hier.
Ik had bij Decennio laatst... mijn camera die stelt de hele tijd niet scherp. Bij Decennio had ik posters besteld en ik vond ze vrij prijzig. Ze hangen nu boven mijn bed. En toen ging ik eens op AliExpress kijken om te zien of daar nog posters aangeboden werden. En dat was ook zo. Dus ik heb daar 3 verschillende posters besteld. 2 kwamen er tegelijk. En ze zijn 30 bij 40. Deze heb ik besteld. Dus een rendier of hert wat je wil noemen. En het is van dat canvas materiaal. Dus echt heel erg stevig. Nou ja, ze zijn de helft goedkoper dan bij Decennio. Dus die kan ik eens afwisselen met de 2 posters die ik er nu in heb zitten. En dan heb ik ook nog deze. Het zijn 3 herten. En die is ietsje... bruiniger van kleur. En ik had ze alle 3 tegelijk besteld, maar kreeg ze apart binnen. Ik heb ook nog deze besteld. En het is gewoon een ananas. Superleuk. Dus die 3 posters die heb ik bij dezelfde webshop gekocht. Mochten jullie dat leuk vinden, kan ik de link hieronder in de beschrijving plaatsen. Ze werden trouwens heel goed verpakt verstuurd in deze doosjes. En ze kwamen gewoon heel aan. Dus dat is super, super fijn natuurlijk. Dan heb ik deze vormpjes. Disney vormpjes besteld voor koekjes. Ik heb nog een pot staan om koekjes te bakken. En ik vond het wel leuk om die dan in vormpjes te drukken. Dus ik heb een Mickey Mouse en een Minnie Mouse. En een heel lichaam en 2 hoofdjes alleen en dan nog een W in het roze. Dus ik ga ze testen en dan ben ik heel benieuwd of het succesvol gaat zijn en ik leuke koekjes ermee kan maken. Zo heb ik ook nog 3 andere vormpjes besteld voor het bakken van koekjes. En dat is een giraf. Die gaan we dan nu even openmaken. Trouwens, het wordt erg donker weer binnen, zie ik. Maar ja, we gaan gewoon verder. Dit is de giraf. En dan heb ik nog een vormpje. En dat is een unicorn. Deze. En als laatste nog een vormpje. En die is in de vorm van een hondje. Een zittend hondje. Dus binnenkort ga ik lekker koekjes bakken. En dan zullen jullie vast het resultaat op Instagram voorbij zien komen. Dus hou dat in de gaten. Dan gaan we verder grabbelen in de tas. Voor de laatste items die ik heb binnengekregen. Dat is... deze. Dit is een afvalbakje voor in de auto. Die kan je met deze clips aan de zijkant in de deur bevestigen. En dan kun je hier je afval in doen. Ik heb wel van die plastic zakjes in de auto. En die liggen dan in de bijrijderskant op de grond. En ja, dat kan ik niet altijd tijdens het rijden erin doen. Dus dan gooi ik het maar zo los neer. En toen zag ik op Facebook iemand deze link plaatsen. En toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon proberen. Het is niet een super groot bakje. Maar meestal is het kauwgom of pak je plastic van een koekje of iets dergelijks. Dus dan is dat prima om hierin te doen. En dan heb ik nog 2 dingen besteld voor mijn light box. En dat zijn letters, cijfers en figuurtjes in... verschillende kleuren. Die passen gewoon in mijn lightbox die ik hier in de woonkamer heb staan. Ik vond het leuk om eens een keer te variëren met kleur en dergelijke. Dus ik zal er even een paar laten zien. Ze vallen al op de grond. Kijk, ze zijn wel wat dunner dan die originele die erbij zitten. Maar ja, om eens een keer iets anders er neer te zetten is het wel handig. En er zitten hier wat meer verschillende figuurtjes bij. En ik had geen plus- en mintekentje bijvoorbeeld. En die heb ik dan dus nu wel erbij zitten. En dan heb ik ook nog
in zwart-wit letters besteld. Zodat ik gewoon wat meer keuze heb qua woorden. Dus die zaten mooi verpakt in dit kartonnetje. En dat waren alle AliExpress aankopen die ik tot nu toe heb binnengekregen volgens mij. Het kan best zijn dat ik iets vergeten ben of er zijn nog dingen onderweg. Maar goed, dit is wat ik tot nu toe aan jullie kon laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!